zoekt een thuis. Want wie kan er zonder? Zo gewoon en toch bijzonder, dat is thuis. Waar er iemand op je wacht, voor goede en slechte dagen, die antwoord geeft op je vragen. Thuis. Al die dromen die ons niet redden, lijken in de weg te staan. In de weg te staan. Is dat echt goed, hè? En je hebt iemand meegebracht, zie ik. Ah ja, dat is de Frank. Hij is al een paar maanden met een vaste maat. Zeg, Frank. Ik ben Lydia. Echt. Mag ik er even komen bijzitten? Oh, ja, ja, dat is zeker. Dat, hier. Kom. Marianne Bastiaans? Ah. Ja. Ja, die is hier. Momentje. Voor u. Wie is het? Telefoon met telepathie. Hallo? Marie? Ja, maar Marie, rustig zeg, rustig. En geef nu toch eens wat meer uitleg. Zo rap? Ja, maar wacht eens. Ja, maar we moeten dat toch kunnen voorbereiden? Ja, maar Marie, Marie. Godverdorie. Ze wil in België komen wonen. En ze staat hier maandag al. Allee, dat is weer even geleden, hè, Bernard? Ja, we hebben een hele tijd een goed plaatsje gehad, hè. Droog en uit de wind. Iemand die ons aan beteerde. Ja, de Frank wou er ineens weg. Allee, waarom? Niks, gewoon. Zomaar, hè, om niets te veranderen. Allee, je bent weer wat beter bij kas dat je hier kunt komen logeren. Oh ja, ja, verdienen ze goed tegenwoordig. Hè. Oh, ik zing in de metro. Allee. Nee, hij gaat rond, Frank. Maar we gaan nog meer verdienen, hè, maatje. Nee. Morgen zingen we samen een duet. Je moet daar niks van geloven, zijn, hè? Die fantaseert maar wat. Oh, je hebt vertang een goede stem. No. En zo'n carrière. Als die er zalongen openzet daar. Hè. Dat gaat klinken gelijk een orgel, joh. Jongen, stop nu eens met die zever, alstublieft. Allee, de micro heeft hem niet nodig. Met hem moet je niet. Oh, hij heeft een grote mond, maar een klein hartje. Hij zou geen vlieg kwaad doen. Hè. Of moest zijn dan een betante vlieg? Dan klop ik ze gewoon in spijs. Marie wil verhuizen. Ja, en waarom? Zonder opgave van reden natuurlijk, zoals altijd, toch? Allee, dat moet je weten, hè, Jenny, dat 2 maanden geleden, toen we in Londen waren, dat wij haar toen gevraagd hebben om hier te komen wonen. Maar nee, geen sprake van. Marie moest en zou in Londen blijven wonen. Nu zal ze een grondig reden hebben, zeker. En die zullen we dan wel eens te horen krijgen, hè. Ooit. Als het de juffrouw past. Een woord uitleg kan er bij dat kind echt niet af, hè. Marie neemt een beslissing en hoe wij daarop reageren, dat zal haar een zorg zijn. Bye bye, daddy, en ze ligt in. En heeft de juffrouw dan misschien gezegd waar ze denkt te logeren? Maar nee. Ah. Ja. Ja, misschien dat Marie nogal vanzelfsprekend vindt dat ze... Hier? Oh, geen sprake van. Ja, zeg, dat is hier toch geen hotel? Jenny, houd jij maar een kamer vrij in Tersmissen. Ik vond mijn reactie al een beetje overdreven, maar jij spant toch de kroons. Ja, maar dat is niet alleen door dat verhaal van die bevalling, maar... Ja, ik heb vroeger ook al eens aan kinderen gedacht. Maar zo lang zijn wij toch nog niet samen? Nee, maar... Ik denk dat je nu de juiste hebt gevonden. Dat we samen iets zouden kunnen opbouwen. En dan zag je mij al direct tussen de pampers en de papflessen. Ja.
kindje, dat is het schoonste teken dat wij mensen elkaar graag zien. Wel, ik vind dat men zoiets nog altijd eerst vraagt. Men overlegt. Dat vind ik ook. Maar mij vraagt ze nooit iets. Ze doet wat ze zin in heeft en papa kan maar betalen. Ja, ik kan een prijsje maken in Tersmissen, hè. Als het voor een langere periode zou zijn. Dat is toch altijd iets met Maria. Wat ik met dat kind al allemaal heb meegemaakt. Hè? Ik vind toch ook dat Marie toch een klein beetje meer respect zou moeten betonen voor haar vader. Moest het mijn dochter zijn, hè? Maar ik zou het daar ook moeilijk mee hebben. Ja. Bon, Marianne. Ik zal Marie terug opbellen en zeggen dat ze voor haar eigen logement moet zorgen. En dat er voor haar hier geen plaats is. Is dat zo gewoon? Zeg, zo ver wil ik het ook niet drijven, hè? Eerst, zo ken ik ze weer. Maar dat temperament van u, dat moet altijd eerst eens even overkoken, hè? Maar ze gaat hier wel leven volgens de regels van dit huis, hè? En niet volgens haar eigen goestingetjes. Je kunt op rekenen. Ik zal haar de les wel leren. Bedankt. Ik hoop maar dat ik er geen spijt van krijg. Dat is dan wel een klant minder intersmissen voor u, Jenny. In dit geval zit je daar nu eens niks mee in, Jean-Pierre. Marie moet bij haar pa zijn, maar dus met dat nu. Jij maakt u precies nogal rap kwaad, hè? Nogal rap? En doe niet anders dan zorgen de hele dag en altijd over hetzelfde. Allee, hij meent dat toch goed. Allee, zo ken ik hem toch. Ja? Ook een grote klep en een klein hartje. Waar zeg je eigenlijk? Allee, wat heb ik u gezegd? Ik heb mijn eten nog niet binnen en dat begint al aan betante vragen te stellen. Zelfs ben ik hier weg, hè? Ik bolle dat, hè? Allee, jongen, je kunt nu eindelijk eens in een goed bed slapen. U bent de vorige keer vergeten, zeker? Hoe gezind dat je 's morgens opstond? Fris uit de veren. Ja, zeg, dat is toch wat beter dan een nachtje in de frigobox, hè? Gaan we dat laten schieten, ja? Allee, kom. Zal we nog een koffie brengen? Eén van mij. Allee, Frank, jongen. Het is toch maar gewoon om lief te zijn. Wat heeft ze nu miszegd, hè? Kind kan twee mensen ook uit elkaar drijven. Hè? Kan een zware last zijn. Hè? Ja, ik weet het niet. Ja. Pampers, kinderziekte, 's nachts opstaan. Ja, dat hoort er wat bij als je kindje hebt. Als het allemaal goed blijft gaan, wel, ja. Oh, zeg, je ze echt wel negatief. Nee, Bernard, ik ben realistisch. Allee, je hebt al beslist dat je geen kinderen zou willen. Dat zeg ik niet. Ik ben gewoon een beetje verrast door uw vraag. Ik had dat van u niet verwacht. Waarom niet? Ik denk niet dat ik een goede vader zou zijn. Dat zeg ik niet. Maar ik kan mij niet als vader voorstellen. Daar moet ik even aan wennen. Moet mij niet verkeerd verstaan, Frank. Ik ben hier niet om u uit te horen. Nee. Zal ik je eens iets vragen, hè? Waarom zit jij hier eigenlijk? Om mensen te helpen? Nou, weggelopen van uw vent, zeker? Lydia is niet getrouwd. Zij is... Allee, jij. Ze heeft er voor lang wel de leeftijd voor. Oh, is een vrouw dan niet normaal als ze niet trouwt? Dat zeg ik niet, dat ze niet normaal is, hè. Maar meestal trouwt ze toch één vrouw? Of moest zijn dat ze niet om aan te zien is? Of zij er misschien een van de andere kant? Zeg, Frank, alsjeblieft, hè, joh. Waar. Jij vraagt dat toch ook om mij, dat ik een homo ben? Ja, dat was om te lachen. Ah, wel, deze is ook om te lachen. Dat is straks je bed, Tony. Oh, zeg, sorry, Lydia. Het is, zijn die nog gat geweest? Allee, kom er nog wat bij zitten, kom. Nee, dan denk je misschien dat ik me weer wil opdringen. Dat is wat anders, hè, als ik in de pieren uit uw neus haal. Hè? Ik kan mijn tijd beter besteden aan mensen die mijn hulp wel weten te waarderen. Ja. Ik heb bijna geen familie. Ja. Kijk, ik heb ons Veronique nog, maar je hebt geen familie meer. Hè? Geen ouders, geen broers, geen zussen. Zeg, nu dat je het over Veronique hebt, hoe denk je dat zij erop zou reageren? Ja, Veronique is zot van kinderen. Ja, 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 van haar eigen kind. Dan zou het over uw kind gaan. Zou ze niet jaloers zijn, denkt? Daarvoor moet ik het toch niet laten, hè? Voelt u wel beter, hè, nu dat ze er niet is? Oh ja, beter, ja. Maar ja, je hebt meer tijd en ruimte voor jezelf, toch? Allee, wat wil je nu zeggen, hè? Moest Veronique hier zijn dat ik dan geen kinderen zou willen? Als morgen Veronique hier staat, dan wil ik nog een kindje. Maakt niet uit. Dat is duidelijk.
Voor u is het precies niet duidelijk. Nou, Werner, ik ben daar nog niet uit. Ik kan nu toch niet zeggen of ik een kind wil of niet. Nou, ik heb u wat overvallen hè, met die vragen. Hè. Sorry, ze, dat was niet mijn bedoeling. Sorry, hoor. Ja. Ik verwachtte een eerlijk antwoord en ik heb dat ook gekregen. Dat apprecieer ik ook in u. Gal terecht door zijn. En ik apprecieer dat jij niet moeilijk doet als we van mening verschillen. Want daarin zet je eigenlijk wel vrij uitzonderlijk. Wat was dat de laatste? De laatste. Niet goed verstaan. Uitzonderlijk. Ah. Uitzonderlijk. Deze twee zijn nog vrij. Amai, dat is al deugdloos. Dat is precies 100 jaar geleden dat ik nog in een bed heb geslapen. Allee, dan ben ik een goede nacht. Merci, Aline. Waarom moest jij nu zo doen tegen haar? Ik weet niet. Dat is precies iets loes met dat minks. Wat wil je daarmee zeggen? Dat is toch niet normaal? Een geit gelijk als zij, hè, dat hij hier tussen die clochards zit. Je doet dat gewoon om goed te doen, hè? Uit menslievendheid. Oh, menslievendheid. Tarare. Voor niks grote zon op, jongen. Niks voor niks. Ik doe dat gewoon voor haar eigen, hè. Je zult dat wel zien. Jij bent verbitterd, hè, Frank. Je hebt precies een haat tegen vrouwen. Ik denk per tank dat jij veel aantrek hebt gehad. Maar ja, te veel is ook niet goed, hè. Dan loopt het een en ander soms in de weg. Wil je me weer uit mijn kot lokken? Dat gaan we niet pakken, hè. Dat weet je toch? Heb je dat nu nog altijd niet door? Haat is het ergste niet, hè. Nee, want haat is het tegenovergestelde van liefde. Onverschilligheid, dat is veel en erger. Nee, jij bent precies een pastoor. Maar onverschillig zijn jij niet, hè. Ah, nee. Anders zou Lydia niet zo'n effect op u hebben. Dat jij zo op haar reageerde, hè, dat wil zeggen hè, dat het bij u van binnen hè, serieus verkeerd zit, hè. Allee, wat dat vrouwen betreft, hè. Hoe is het geweest bij Valérie? Wat heeft ze gezegd? Volgens haar komt het niet door de suikerziekte. Heeft dat er voor 100% niks mee te maken. Bon, dan weet je dat toch al. Ze zegt dat ik er niet klaar voor was. Dat Mira en Sandra mij te veel onder druk hebben gezet. Tegengestelde effecten, de druk was weg. Allee, ze heeft het toch wel wat kunnen geruststellen dan? Ik voel ik mij niet meer op normaal. Hè? Ik denk ik gewoon anders dan mijn maten op school, als je die bezig hoort. Die denken aan niks anders en die doen niks anders. Maar er is ook veel stoef bij ze, daar mogen ze zeker van zijn. Oh, nee. Zal ik niet zo'n macho muchacho zijn, hè? Volgens haar moet ik het wat meer hebben van de sfeer, zo. De geleidelijke opbouw, if you know what I mean. Dat hebben de vrouwen ook het liefst, hè? Want zo'n evige van erop en eraf, daar heeft ook niks aan. Enfin. Zal ik een vrouwelijke ziel hebben, hè? Wat bedoelde je daarmee? Nou, ik heb dat eens gelezen in een interview van Sting. Ik vond dat nogal schoon gezegd. En wat bedoelde die daarmee? Nou, wel. Welke man een vrouwelijke kant heeft en omgekeerd. Weet je wel, hé, yin en yang. Dus niet hetgeen dat jij nu denkt. Wat? Nou, jij denkt homo, hè? Man, nee. Ja. Zie, die Sting die heeft 5 of 6 kleine mannen. Dus je kunt gerust een vrouwelijke ziel hebben zonder... Nou, maar dat bedoelde ik niet. Zeg, en jij, wanneer hoor ik iets van u? Wanneer zie ik je foto's eens, hè? Nooit niet, want er zijn er geen gemaakt. Ik ben er op slag afgebold. Ja, hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Oh. Amai. Je ziet er ook erg fit uit, hè? Oh, ja, dat wel. Ja, goed op. Want je weet, vanmiddag moet ik zonder zijn niet stellen, hè? Hé. Hey. Wij gingen toch ons trouwringen kiezen? Oh, ja. Vergeet het zeker. Nee, niet vergeten. Niet meer aan gedacht. André, ik vrees dat jij ook iets vergeten bent. Ja, wat? We hebben een afspraak met dokter Smans vanmiddag, hè? En dokter Smans? Specialist in arbeidsgeneeskunde, kwam ons een nieuwe reglementering uitleggen. Ja, ja, dat is waar. Ja. Verander die afspraak dan maar. Nu nog, maar die ligt maanden vast. Het is dan heel spijtig, maar die trouwringen gaan voor. Zeg, André.
kan ook op een andere dag. Hè? Ja, dat kan op een andere dag ook, dat is waar. Maar ik wil dat het vandaag gebeurt, vanmiddag. Graag hem wel alleen. Hè? Dat zou ik wel heel vervelend vinden, hoor, Dre. Een heel onbeleefd tegenover die mens, als je daar dan speciaal moeite voor doet. Oh, ik zie het al, ik zie het al. Ik kan er weer niet tegenop, hè. Dat is een complot, hè. Ja, Dre, je zult moeten leren dat vrouwen altijd gelijk hebben, hè, ik zou maar nadenken, zo, voordat je trouwt. Ah, ja, nu heb ik altijd een fameuze steun, dat is echt waar. Voilà, dan ga ik al met ronde beginnen. Dag, Jenny. Dag, jongelui, en braaf, Jenny. Dag, Dre. Sorry, Jenny. Ik moet sorry zeggen tegen u. Tegen mij? Waarom? Oh, ja, gisteren, Dre en ik, we zijn bij Marianne geweest. En ik heb daar per abuus iets gezegd dat ik beter gezwijgen had. Iets over mij, of wat? Ik heb gezegd dat jij een brief hebt gekregen van Tom. Ah. Is er iets gebeurd, of wat? Mam, ik moest zo poseren met die Isabel. Weet je wel. En ze ambeteerde nu. Wat, dat is echt een venijn. Wil men een smaal van hier tot ginder. Schijnheilige trut. Had ze toch van antwoord kunnen dienen? Wat, dat heb ik gedaan? Ja, maar je zegt gaan lopen, je hebt ze laten winnen. Maar, weet, het is ook niet alleen zij. Het is heel die wereld die mij niet aanstaat. Ja, maar is uw alternatief? Het wereldje van Capsalon Rosa, dat is maar een klein wereldje, hè? Heel vervelend op den duur. Voilà. Weer kritisch, hè. Ik had het kunnen weten. Dat is maar een bedenking, hè. Gewoon dat je een overhaaste beslissing hebt genomen. Goedemorgen. Oei. Ja, als ik stoor, dan... Nee, maar je zit er nog zo vroeg bij. Ja, en ik moet gaan werken. Ja, maar ik moet ook nog gaan werken. Maar ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig. Die fotosessie, hoe is het gegaan? Joeri zal het u uitleggen. Frankie, schat, wat wil jij eten? Een bokje met kaas of eentje met confituur? Zeg het eens. Hé, zeg het eens. En hoe is dat dan ter sprake gekomen? Ah, ja, ik weet toch dat Marianne het er moeilijk mee heeft dat een Tom weg is. En ik wou gewoon eens weten of dat al wat beter ging en zo, al babbelend. Ineens was het eruit voordat ik er erin had. Ik zou me wel aan een confrontatie met Marianne verwachten. Dat denk ik wel, ja. Ze ging vragen wat er juist in die brief stond, zei ze. Dat ga ik haar niet vertellen. En ik weet dat ze niet zal afhouden, ik ken ze. De spanning was al zo groot. Ik heb een flater begaan, hè, jongens, ik weet het. Maar Jenny, daar kom ik ook wel weer te boven, hoor. Straks, hè. Ja, da. Hé, we zijn er nog, hè. Misschien nog een bevalling. Oh. En ze wou zo graag fotomodel worden. Ja. Maar het is dan toch wel raar dat ze uit die fotostudio is weggelopen. Ja, wat doe ik? Is ze mee gestopt ons even? Jawel, dat is een pak van mijn hart, hè. Ja, ik vind dat ze het rap opgeeft. Wellicht laat ze een hele mooie kans liggen. Ja, zeg Linda, veel goeds valt er in dat wereldje van die fotomodellen niet te rapen, hè. Ja, veel schoenen schaan, ja, maar erachter veel miserie, hè. Godverdomme, ik denk hier nog op mijn sloeven. Ja. En? Hoe is het nu met u, Joeri? Ga wel. Ik vond het eigenlijk wel tof, hè, dat je naar mij thuis kwam. Maar ja, je werd dan zo ineens weer weg. Ja, maar je wordt ook zo bezig met je werk en met telefoons en zo. Ja, dat is waar, sorry. Ik had meer tijd moeten maken voor u. Maar ik heb daarna nog getelefoneerd, maar je werd er al niet meer, hè. Ja, maar dat had geen belang. Zij de kwaad? Nee. Allee, als je nu eens wilt babbelen, dan... Ja, maar nee, het was echt niks, hè. Ik moet trouwens naar school nu. Oh, tot nog eens, hè. Waar is dat nu voor? Ik moet iets goed maken. Ik had niet mogen liegen tegen u. Dan nog wel rooirozen. Je weet toch dat dat ook nog een bijbetekenis heeft? Natuurlijk. Dat betekent dat ik u heel graag zie. En dat je mij gelukkig zou maken, moest je bij mij komen wonen. Zeg, zo rap is dat niet opgelost, hè, Luc. Al is het een hele schone bouquet. Nee, maar het is een begin. En je moet geen schrik hebben. Ik zal u zeker niet pousseren.
Ik vind het toch een beetje ambetant, Luc. Allee, Sebes, komen ons moe en Roger naar beneden. Wat gaan die weer al zeggen? Simon, ziet het wel dat de schrik er al in zit? Ik had het u voorspeld als u onder druk zouden zetten. Maar dat is niet waar. Dat is geen kwestie van schrik. Ik wil alleen niet dat ze verkeerd gedacht krijgen of zo. Oh ja. Zeg, hoe is het afgelopen gisteren? Ze hebben de Frank niet gevonden, hè. Tja, dat is raar, hè. Jij kon dat niet weten en toch sta ik hier met een boeket bloemen. De Frank had hier even goed kunnen zijn. Simon, ik trek mij de Frank niet aan. En ons moeder? Die zit nog dieper in de put, zeker? Ze doet in elk geval heel raar, ja. Om de 5 voeten staat ze op straat om te zien of de Frank er niet aankomt. Ze kan het niet aan, eerlijk dat ik voorspelde. Je gaat me nog geloven dat de leugen om bestwil was. Zover ben ik nog niet, eerlijk. Nee, maar om te beginnen zouden misschien bewijs van mijn goede bedoelingen in het water kunnen zetten. Allee, het is goed. Ik zal een vaas pakken. Ah, moeder. Roger. Wat kom jij hier doen? Is ze wel weg, onze Jury? Oh, ja, die moest dringend naar school. Amai, anders vertrekt hij toch nooit zo vroeg, niet? Ja, dat weet ik ook niet, maar... ik wou mij eens over Mira klappen, maar dat schijnt precies nogal gevoelig te liggen, hè? Nou ja, natuurlijk. Die is af. Weet jij ook waarom? Linda, dat moe ik me niet mee, hè? Ja, maar met Eva moet u wel. Maar dat is niet waar. Allee, ga. Zeg, onze Eva heeft toch naar die modeshop mogen gaan? Zij heeft toch foto's mogen laten trekken? Maar als ze nou zelf mee stopt, Jos, hè? We kunnen daar toch eens over klappen? Ik vind dat namelijk niet zo'n verstandige beslissing. Ja, wie moet er een rare na? He? De ketel van met de pot dat hem zwart zie. Fernand is omgekeerd, hè. De pot. Verwijt de ketel. Kan Valerie dat nu aan doen als zij een brief krijgt van Tom? Niks, ik weet het. Maar ik ken ons Marianne. Tom is vertrokken en er is aan mijn tand voor. En dan zoekt ze toch altijd een zondebok om haar op af te reageren. Allee, het zal Valerie haar schuld zijn dat een Tom vertrokken is. Ja, daar draai je toch uit. Oh, Jenny, waarom heb je mijn bibbel niet waar een mens? Hey, hallo. Ja, er is al terug van uw ronde. Ja. Hey, Jenny. Doe eens je ogen toe. Wat zit jij van plan? Niks. Doe eens je ogen toe. Niet te lang, hè, want daar word ik draaierig van. Maar iedereen is dat voor die dokter Smans? Ah ja, dokter Smans. Als die man al die speciale moeite doet voor mij, kan ik toch moeilijk met lege handen komen, hè? Maar, ja. Mamakus, je zit er mij aan het oorsleuren, nee, zeg. Helemaal niet, helemaal niet. En voilà. Nu maar je ogen open. Hé. Eva kan toch veel meer doen met haar leven dan in een kapsalon te staan, zeker? En als die daarna content mee is? Ja, wie zegt dat? Volgens mij is ze gewoon bang. Ja, wel, en zij zegt goed gelijk dat ze bang is. Want veel serieuze mensen komen er dan niet tegen ze in dat milieuke. Nee, voor u moet ze gewoon hier in het dorp blijven plakken. Hm? Een lief zoeken, trouwen, kindjes maken en huismoedertje spelen. Ja, en wat is dan mis mee misschien, met huismoedertje spelen? Fernand, je wilt met Eva juist hetzelfde doen als dat je destijds met mij gedaan hebt. Haar opsluiten tussen die 4 muren hier. Allee, dan moet ze haar voorbeeld volgen dus. Hè? Het afstappen en haar kinderen in de steek laten. Ik kom Simone halen voor het werk. Ja, en dan kunnen we ineens langs de crèche om de Frankie af te zetten. En die bloemen, voor wat is dat? Dat is iets tussen Simone en mij. En jij neemt die aan, Simone. Oh, de Luc wil het gewoon goed maken. Na al die Ambras van gisteren. Ja, om me mee te lokken naar zijn appartement. De vrouw van uw broer moet beschaamd zijn. Jij moet de vrouw van een wijverloper. Simon heeft recht op een eigen leven, ja? Frank is de vader van uw zoon, Simon. Schone vader. En zorgen dat hij doet voor zijn zoon. Tussen de clochards in Brussel. Frank komt terug. Je hebt hem toch niet meegebracht? Omdat hij dat juist niet was op die plaats. Maar we gaan terug. Frank. Had schrik dat je hem zou gevonden hebben. En daarom is hij gaan lopen de lafaard, ja? Spreek zo nu over uw broer. Het is de waarheid en door tijd dat jij dat inziet. Neem die woorden terug, zeg. Denk er niet aan. Dan zet jij hier geen voet meer binnen. Hoe alsjeblieft, houd u nu toch eens kalm.
Buiten, zeg ik.